Wat waren we blij dat we weer kunnen beginnen. Maar wat een slagveld werd het in die eerste etappe in de Tour de France, Gert. Wat is er allemaal gebeurd, joh? Ja, eerste etappe in de Tour de France is altijd hectisch. En bij de eerste valpartij stond een of andere suftrut met een bordje. Allee, opie en omi. Ja, de hele wereld heeft er gezien. Maar de helft van de peloton lag ook op de kloof. We gaan de vraag aan Maurice Jesse. Die staat in Frankrijk met het laatste nieuws. Twee grote valpartijen bepaalden het beeld van de dag. Mike Teunissen is een van de slachtoffers, maar Alaphilippe laat de Franse supporters juichen. En hoe het gaat met Mike Teunissen, daar gaan we dadelijk verder over praten. Laatste nieuws krijgen we aan tafel. Mooie gasten vandaag. Erik Breuking is er, de man die in 1989 ook in die allereerste etappe de gele trui haalde. En hij heeft gezelschap van Ronald Waterhuis. We kennen hem natuurlijk als doelman in het voetballen. Maar het is een echte wielerliefhebber. Vandaag, hier in Valkenburg. Vol op het gas, laat alles maar los. Laat alle klokken maar luiden. Daar is hij weg, daar is het echt. Kijk nou dat duurtje woon. Over de heuvels, paars door het bos. Zoeren we daar in het zuiden. Voor die verreden, de zon op de knieën. Bienvenue à Valkenburg an der Jöl. Ja, van harte welkom, een hele goede avond. U ziet misschien de opluchting, de blijdschap op de gezichten dat we inderdaad weer kunnen beginnen. Want zo fijn voelt het wel om weer lekker naar jullie toe te komen voor 21 afleveringen van Tour de Lembourg. Met vandaag heel veel spektakel meteen. En we gaan het bespreken met twee gasten die u net al even zag in de introductie. Erik Breuking, Ronald Waterhuis, van harte welkom. Heren, ik wist helemaal niet dat jullie elkaar nog kenden van een klimkoers in Vaals. Ja, dat gaan we heel ver terug, hè? De klimkoers in Vaals. Ja. Dat was in 83. Ja, ja, het jaartal wat moet ik aan jou laten. Maar ja, ik was net bij mijn moeder thuis en we wilden nog even een foto opzoeken van Erik die de eerste klimtijdrit in Kamerich wint. Mm-hmm. Wat een oorspronkelijk idee ooit van mijn vader is geweest. Dus dat was, ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder om dan. We hebben elkaar nog wel vaker gezien en zelfs ooit met elkaar gegolfd. Ja. Maar dat, toen ik op weg naar hier was, moest ik daar wel even aan denken. Vond ik wel bijzonder, ja. Ja, want de meeste mensen natuurlijk die weten het helemaal niet, maar want die kennen jou vooral als doelman van PSV, van Nederland zelf, van Glasgow Rangers. Maar je bent ook ambassadeur van de Limburg Cycling Classics. Ja, ja goed, je moet wat bijbaantjes hebben. Hè? Ja. Ja. Ja, oh. Nee, ja, goed, ik een tijdje geleden een opleiding begonnen in Maastricht en daar heb ik Milan van Wers leren kennen. En mijn broer die zat in de organisatiecomité van de Drie Landenomloop en die wedstrijd dreigde toen te verdwijnen. Hij is helaas ondertussen ook verdwenen. En toen is het idee begonnen om in elk geval iets te doen om de wedstrijden die er nog zijn, waar deze twee heren als jonge gasten ooit hebben uitgeblonken, om die in elk geval, ja, die zijn eigenlijk gewoon met uitsterven bedreigd. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. En om toch wel iets te proberen om die wedstrijden in elk geval in hun bestaan te redden. En zo is dat ooit begonnen. En zo ben ik dus ambassadeur van de Limburg Cycling Classic scoorde. Ja, en daar zijn we ook heel blij mee. En ook op een mooie plek natuurlijk hier in Parcours in Valkenburg. Het mooie nieuwe complex aan de Geul waar we vandaag zitten. En dat ook wielrennen ademt. Dus een hele mooie plek om te gaan kijken naar de koers van de dames. Want die was ook al vandaag la koers voor de allerlaatste keer. Want volgend jaar worden het 8 dagen een gewoon volwaardige koers. Maar vandaag ging het er hard aan toe. 108 kilometer was het. En we gingen naar de laatste beklimming van de Côte de la Fosse Loop. Als het dan allemaal moet gaan beginnen. En Marjan Vos, die weet, dit ligt mij, dit kan ik. Maar Nieuwia Doma, die denkt, ik ben ook heel erg goed op deze beklimming. Ik heb dat gedaan in de Amstel Gold Race. Daar heb ik vorig jaar gewonnen. Dit jaar was het weer heel erg goed. Hier gaat de Poolse. En wie moet er dan achteraan? Dat zijn in dit geval toch de dames van SD Works. En Anne van der Breggen haalt alles en iedereen terug. En hier gaat ze zelf de sprint aan. En dan moet Marianne Vos erachteraan. Kan ze niet anders. Dan gaat Grace Brown, die gaat mee. Soraya Paladin is er nog bij. Ludwig Lippert, die zien we ook. Maar ook Demi
Annie Vollering. En die kennen we nog van de Volta Limburg Classic. We weten dat die heel goed over die heuveltjes kan. En Vollering was in Luik, Bastenaken-Luik, de allerbeste. Toen eigenlijk ook op het wiel van haar kopvrouw, van Anne van der Breggen. Hier gaat Van der Breggen, Vos gaat er dan overheen. En hier komt Vollering erachteraan. En ze is erop en erover. En Demi Vollering wint dus La Course editie 2021. De allerlaatste eigenlijk. En dat is natuurlijk heel erg mooi voor de dame die nu op weg is naar Italië. Naar de Giro Rosa, want daar moet ze gaan fietsen. Ze zit in de bus, we proberen er nog te bereiken. Maar spraken er eerder en ze was blij met de overwinning. Deze komt hoog in mijn rijtje te staan, denk ik. Ik had het niet echt verwacht vanmorgen, maar... Waarom niet? Ja, ik weet niet. Ik was niet zo heel erg bezig met deze wedstrijd van tevoren. Ook misschien omdat het parcours best laat bekend was. Dus aan het begin van het seizoen zet je al je koers een beetje op een rijtje van oké, waar wil ik goed zijn. En ik had niet per se deze er tussen gezet. Dus ja, dat maakt het misschien nog wel specialer dat je hem wint. Nou, schitterend natuurlijk van Vollering. En dan kunnen we kijken wie we opschrijven voor Tokio. Zet er maar bij, Demi. Gert. Demi Vollering is natuurlijk ook wel echt een fenomeen. Het wordt wel een beetje schaatsen, die Nederlandse vrouwen, die winnen alles. Ja, ja die winnen alles, ja. Dat is al een aantal jaren is dat zo. La Course hebben ze de laatste jaren ook gewonnen. Van Vleuten, Anna van der Breggen, nu Demi Vollering. Ja, die dames, dat is fantastisch hoe die in de koersen acteren. En ook, de ploegen zijn ook heel... goed gesitueerd, hè. Dat is ook prima voor elkaar. En loopt Nederland daar ook een beetje voorop in de zin van SD Works, Jumbo-Visma, dat dat toch echt de meest professionele ploegen uit het peloton zijn. Dat ook een beetje verklaart waarom die dames zo goed zijn. Ja, en dat er veel sponsoren ook in de dameswielrennen gaan en dat ze het ook verdienen. Dat je volgend jaar een echte Tour de France hebt. Geniet La Course één dag, maar gewoon een Tour de France over 8 dagen. Wat ook dagelijks op televisie is, wat we allemaal kunnen volgen, wat de hele wereld kan zien. En dat zie je, alle dameskoersen zijn op televisie en dat is super interessant voor sponsoren. En nu de sponsoren op grote wijze in deze dameswielrennerij zijn gestapt, krijgen we volgend jaar ook eindelijk weer een Tour de France voor dames. En dat verdienen ze ook. Ja, mooi dat die terugkeert inderdaad. 24 juli, 8 dagen lang. Parcours start in Parijs, eigenlijk meteen na de mannen. En we hebben al uit betrouwbare bron vernomen dat het parcours volledig in Frankrijk zal zijn. 14 oktober volgt de rest. We gaan naar de mannen, want die natuurlijk start ook vandaag. En u hoorde al dat het inderdaad op een groot spektakel uitdraaide. Positief, maar ook negatief. Frank Monen geeft commentaar. 3:30 het officiële start zijn voor deze Tour, Le Grand Départ in Bretagne. En meteen zijn we losgeslagen in deze mooie etappe waar heel veel mensen hun zinnen op hebben gezet. Dit is de kopgroep met 2 Nederlanders, Ide Schelling en Danny van Poppel. En dit is Mathieu van der Poel, een van die favorieten, moet hier van schoen wisselen. In het mooie Polydor-shirt kan hij het vandaag afmaken. Maar voorlopig kijken we naar een andere Nederlander. Schelling, die gaat er in zijn eentje vandoor en probeert punten te pakken voor de bolletjestrui. Dit is ook een manier om de Tour te volgen. De kopgroep met uitzondering van die Nederlander wordt dan teruggepakt door het peloton. En Schelling met een gebalde vuist. Hij heeft genoeg punten voor die bolletjestrui en rijdt dan gewoon maar door. En dan dit moment. Een of andere mafkees staat daar links met een bord. Tory Martin neemt de hele Jumbo-ploeg mee en nog tientallen andere renners. En dat zorgt voor een enorme valpartij. Gelukkig zijn er niet heel veel renners het slachtoffer van. Maar er moeten er wel een hoop terug en daarom wordt het tempo even een beetje teruggebracht door het peloton. Want deze man, Tony Martin, is bijvoorbeeld gehavend. Schelling dan vooraan, wordt teruggepakt door het peloton. En dan zitten we in de finale. En dan weer een enorme valpartij. Daar gaan weer tientallen renners onderuit. Dit keer niet door een supporter. En dit is een chaos. Maar alle favorieten voor deze etappe, die hebben dat kunnen ontwijken. En we krijgen dan de laatste 2,3 kilometer. En Alaphilippe, een van die favorieten, die demareert op dat kolletje met dat steile stuk van 14%. En wie kan er volgen? Eigenlijk niemand, want de Fransman is los. Daar zit Van der Poel, maar die heeft niet de macht om het te doen. En dan wint Alaphilippe deze eerste etappe. Pakt hij de gele trui, net als vorig jaar. En hebben de Fransen meteen succes. Het sprintje dan van het groepje daarachter met Matthews en Roglic. Maar geen Van der Poel helaas. Het is Alaphilippe die de etappe wint met al die valpartijen. En er is genoeg om over na te praten.
Ja, ongelooflijk dus wat er allemaal gebeurde. We kunnen kijken naar de uitslag van de etappe. Dat is er meteen ook eigenlijk een spiegel van het klassement. Die beelden die komen er nu aan. We weten dat Alaphilippe dus de beste was. Matthews is tweede. Roglic 3 pakt dus ook de bonificatieseconde nog. Kelderman die laat zich goed zien. Pogacar die is nog voorin. En ook Bauke Mollema heel erg knap. Nou ja, en dan weten we dat dat ook meteen het algemeen klassement is. En dan weten we ook dat voor dat algemeen klassement er al fors schade werd gelopen. Door bijvoorbeeld de mannen van Jumbo-Visma, Erik. Dat is wel meteen pijnlijk. Ja, goed. We hebben twee grote valpartijen gezien. En ja, heel veel ploegen zullen slachtoffers hebben. Maar zij hadden dan bij die eerste valpartij 3 man op de grond liggen. Ja, en Kruiswijk op 1,49. Dat is toch meteen een tikje? Ja, die hadden ze graag kort in het klassement gehouden, zo lang mogelijk. Maar ja, het begin je al met achterstand. En dat is inderdaad een tikje. En morgen gaan we zien wie de echte last hebben van die valpartij. En de echte slachtoffers kun je eigenlijk pas morgen weten. Ja, met de gedachte van nu halen ze de eindstreep min of meer op adrenaline, op gevoel, op emotie. Ja, en dan komt de pijn. De schade opnemen en de pijntjes komen echt een dag erna pas. Ja, we kunnen eens even naar Maurice Jesse. Die staat in Frankrijk. Die heeft een beetje zicht op dat slagveld. Goedenavond Maurice. Hoe ziet het eruit, joh? Ja, pijnlijk voor veel renners. Want we stonden hier aan het begin van de klim. We zagen ze inderdaad, de slachtoffers van die valpartijen, één voor één langskomen. Bloedend, shirts kapot, fietsen die niet meer lekker liepen. Het was hier echt 20 minuten lang allemaal renners zien voorbij komen op achterstand. We zagen Froome op achterstand voorbij komen. Bij degene die ons de meeste pijn deed die voorbij kwam. Op een kwartier was het toch wel Mike Teunissen. Met een van pijn vertrokken gezicht moest hij hier nog aan die klim gaan beginnen. Zijn ploegleider, Marijn Zeeman van team Jumbo-Visma, die was echt niet blij met de chaos die in de slotfase van deze etappe was. Er zijn nog steeds heel veel amateuristische dingen in de wielersport die gewoon niet uit te leggen zijn. Hè. Er staan daar, ik bedoel, het is een wielergek volk, maar ze staan allemaal stomdronken hier langs de kant. Als ze met de auto daarna springen ze vlak voor de auto weg. En dan, goed, zo'n vrouw die, of man, ik weet die eigenlijk niet eens, die... Die staat met de rug naar de renners toe. Maar ja, goed, er staan ook geen hekken of iets of wat dan ook. Ze staan gewoon midden op de weg. Dus ja, het is gewoon eigenlijk gewoon belachelijk dat dit anno 2021 nog steeds kan. Hè? Mike Teunissen, hoorden we net van Maurice, was één van die slachtoffers dus. Met elleboog en heupprobleem is die nu naar het ziekenhuis. Nog even terug naar Frankrijk. Maurice, heb jij nog iets gehoord van Teunissen? Kan die eventueel verder morgen? Of is er wat zicht terwijl hij inderdaad, zie ik, gezelschap krijgt van fans die inderdaad de bolletjes trui hebben? Hè? Of is het Iris Schelling zelf die naast je staat? Nee, daar lijkt hij wel een beetje op hier. Nee, het zijn Fransozen. Die zijn echt hartstikke blij met de winst natuurlijk van Alaphilippe. Wij zijn natuurlijk meer geïnteresseerd op hetgeen wat bij Mike Teunissen is. De laatste berichten die we gekregen hebben is dat hij dadelijk foto's laat maken. Om te gaan kijken hoe het met de rug zit, hoe het met de blessure zit. Die hij heeft opgelopen. Want ja, eigenlijk tekent zich bijna een beetje hetzelfde verhaal als vorig jaar. Met Wout Poels, die viel in die eerste etappe ook heel erg al. En heeft daarna een leidersweg gehad. Laten we hopen voor Mike Teunissen dat het allemaal wel een beetje meevalt. Maar toen hij hier langskwam, nee, het zag er voorlopig niet goed uit. Maar we wachten af wat de foto's in het ziekenhuis gaan opleveren. Ja, dan zien we inderdaad dat 1,5 meter in Frankrijk eigenlijk al in het hoofd min of meer is afgeschaft. Erik, dat was wel eigenlijk een apart gezicht toch, hè? Dat je ineens al die mensen weer langs de koers hebt. We hebben bijna 1,5 jaar niet meer gezien. Nee, klopt. De laatste koers zag je het al iets meer. Hè? Dauphiné en de ronde van Zwitserland. Maar nu in de Tour, ja, vorig jaar was het gewoon geen publiek. En op zich is het wel weer mooi om te zien natuurlijk. Het geeft wel weer sfeer aan het evenement natuurlijk. Maar ze moeten niet op de weg gaan staan. Dat is les 1. Nee, dat is duidelijk. Ronald, wat vond je van Iris Schelling? Want die pakt de bolletjes trui. Dat is natuurlijk echt ongelooflijk. Blijft lange tijd voorop. Lang genoeg om 3 puntjes te sprokkelen. En daarmee inderdaad die trui te krijgen. Net zoals Danny Nelissen dat trouwens ooit een keer gedaan heeft. Dat is wel mooi voor die jongen. Ja, vooral mooi om te zien hoeveel plezier hij er allemaal heeft. Ja. Het lijkt eigenlijk alsof hij een beetje op schoolreis is. In de positieve zin van het woord dan wel. Hè. Kijk, dat is weg. Kijk hier, dat is toch prachtig. Ja, hier, ik heb de bolletjes trui morgen. Ja. Het is toch heel bijzonder, een jongen die zijn debuut maakt in zo'n grote ronde en dan ook denkt van ja, ik maak er gewoon wat van. Hij rijdt in elk geval één, ja, ik bedoel, hij staat voor altijd in de geschiedenisboeken. Ja, jij zegt net in die Nederlands, ik hoorde op de weg hier naartoe in radio, Jean-Paul van Poppel heeft zelfs ooit de bolletjes trui gehad. Jan Raas ooit. Jan Raas.
Jij ook? Ja, jij hebt ooit een Luikbastenaken Luik voorop gekregen. Net gewoon, nee, maar, nee, maar ik bedoel, het is toch prachtig? Zo'n jongen maakt er wel meteen iets van. Ja. Die Tour kan eigenlijk nu al bijna niet meer kapot voor hem. Ja, en dat is inderdaad wel opvallend. Hè? Want dat was natuurlijk in de Amstel Gold Race was hij super. Hij wint een rit in Zwitserland, of een mooie race. Dat is wel een jongen die we echt in de gaten moeten houden. Ja. Nee, hij is een hele goede renner. Hij heeft een heel goed voorjaar gehad. En vandaar dat hij ook in die Tourselectie heeft hij zich echt ingefietst. Want dat was helemaal niet het plan. Dus dat is al knap in zo'n sterke ploeg. En ik heb vanmorgen een interview met hem gehoord. En zei, ja, ik ben echt hier om in dienst te rijden van Sagan en Kelderman. En voor de rest, ja, waar ik de kans mag en kan gaan, dan ga ik ervoor. En dat was vandaag al. Want dan weet hij wel, hij gaat daar mee met als doel dat die bolletjes draaien. Hij weet ook wel, die rit ga ik niet winnen, maar deze pakken ze hem niet meer af. En we weten, Gert, dat zijn renners. Nou, jouw hart, toch? Ja, maar dat vond ik ook mooi. Dat interview wat jij hebt geluisterd, daar zei hij er ook gelijk bij. Vandaag dan had hij een kans om mee te zitten in de ontsnapping. En hij zei er ook gelijk bij, dan heb ik ook kans om die bollentrui, om daarvoor te gaan. Ja, als je dat van tevoren zegt en het dan ook nog doet, ja, dan heb je wel enorme klasse. Dat vind ik mooi. Weet je, Ronald, jij zei net ook, maar zo reed hij de hele dag rond. Ja. Ook naar het publiek. Ja, ja. Ja, af en toe deed hij zo zwaaien en met de vuist in de lucht. En dat vind ik mooi. En hij kan ontzettend hard fietsen. En hij rijdt morgen in de bollentrui. Ja, ik bedoel, hij is anderhalf jaar beroepstrainer, denk ik. Ja. We hebben het net over corona. Hij heeft waarschijnlijk zijn hele carrière als beroepstrainer zonder publiek gereden. Dat telt allemaal mee. Hè? Ik bedoel, dat doet ook iets met die jongens. Zeker. Prachtig, toch? Ja, is inderdaad fantastisch. Dat lag natuurlijk extra druk op de rit van vandaag, omdat iedereen wist wie als eerste over de streep komt, heeft meteen de gele trui. Was ook zo in 1989. En toen startte een hele kleine jonge Erik Breukink en vonden we deze reportage van onze Franse collega's. Le vainqueur du prologue était aussi au Tour d'Italie où il termine quatrième. Erik Breukink, le Hollandais, a très envie de réussir lui aussi son Tour de France. 12e seulement l'an passé de ce tour. Qui va pouvoir vous battre? Je pense Montet, Charlie Montet. C'est le seul. Indurain, très fort. Et ça devrait suffire là. Oui, oui, il va battre très nettement. Oh là là, quel beau temps de Breukink. 10 secondes de 9,54,47. 9,54,47 pour Breukink. Breukink qui, je vous le rappelle, avait remporté une étape du Tour de France en 87. Ja, we moeten eerst maar kijken wat de andere favorieten, Montaigne en Indurain, die schat ik ook hoog in. We moeten maar kijken wat die doen. Regardez, très beau temps, il est à 100 mètres de l'arrivée. Ah, il frappe fort, Greg LeMond, ça c'est une info, vraiment. Deuxième place. Oh, extraordinaire, 10 minutes 92. Deuxième place pour Greg. Ah. Le classement, vous le voyez, bien, victoire et maillot jaune donc, puisque c'est le prologue et le général pour Erik Breukink, le Hollandais. Fignon deuxième à 6 secondes avec Kelly et un LeMond retrouvé. Motet est sixième à 9 secondes. Vooral inderdaad indrukwekkend de mannen die daar voorbij komen, de namen die er voorbij komen. Hier, wat een matadorio die daar allemaal klopt. Ja. En jonge Erik Breukink, die legt er even LeMond op. Ik had al een keer een rit gewonnen in de Tour. Zo jong was ik al niet meer. Nee, maar het was natuurlijk toch van je gaat 25. Ja. Ja. Nee, goed, maar ik klopte wel alle favorieten. Alhoewel ik wel op tijdritgebied wel een van de beste was toen. Dus ik ging daar toen echt ook wel voor het winnen. Het was niet geen verrassing voor mezelf. Dus ik was teleurgesteld geweest als ik daar tweede was geweest. Dat weet ik nog wel. Ja, heel erg mooi. Je ziet ook een beetje toch de verbazing bij de Franse collega's. Die zeggen van ja, Erik Breukink. En hij klopt daar eigenlijk toch de grote namen uit het peloton van dat moment. Het is een gele trui, eigenlijk die je natuurlijk 30 jaar lang eigenlijk als laatste Nederlander min of meer hebt gedragen. Was je blij dat je er vanaf was toen Mike Teunissen uiteindelijk in Brussel als eerste over de streep ging? Ja, goed. Het duurde al veel te lang voordat de Nederlander weer eens een keer het geel. Maar je ziet hoe speciaal het is. En dat het niet zomaar is dat je zo'n gele trui. Je moet in die eerste rit moet je goed zijn. Mm-hmm. Vandaag is dan zo'n kans. En Teunissen die greep die kans in Brussel. En het mooiste is als op een gegeven moment een Nederlander in de gele trui komt. Zo halverwege de Tour. Dan doe je echt mee. Voor het eindklassement. We krijgen nu een tijdrit van 27 kilometer over een dag of 4-5. Dat is wel eigenlijk een moment dat iedereen meteen met de billen bloot moet. Wat verwacht je ervan? Ik denk dat de tijdrit toch heel beslissend gaan zijn. Vorig jaar zagen we het al, maar nu zijn het twee vlakkere tijdritten. En iets meer tijdritkilometers dus.
Dus ja, de verschillen die je daar oploopt, als je daar tijd verliest, ja, maak ze maar eens goed in de berg. Hè, want daar is iedereen aan elkaar gewaagd. Ja, in die zin zijn er inderdaad wel meteen forse verschuivingen in dat algemeen klassement. Zeker naar de ravage van vandaag. Maar we gaan ook, zoals altijd, quizzelen. En maintenant, où est le coureur? En dat is de versie van dit jaar dus. U mag raden, of misschien wel herkennen, waar dit plekje is, waar de coureur is, waar de fiets staat gestationeerd. En dan mag u dat doorgeven op L1 Facebook of op L1.nl. En de mensen die het goede antwoord geven, die krijgen een heel mooi shirtje. Ga ik u zo dadelijk laten zien. Of die kunnen op het einde van deze serie meedoen voor de fiets. Altijd een groot succes en altijd een grote trekker in dit programma. Hier is hij inderdaad. Goed, dat dus inderdaad de coureur. We weten dat we hier zitten in de gemeente Valkenburg. Toch een beetje het mekka van het wielrennen in Limburg. Dat geldt voor dit complex natuurlijk. Maar dat geldt ook voor de grote matadoren die hier door de jaren heen hebben gewonnen. We weten, wereldkampioenschappen zijn hier gehouden. Bovenop de Kouwberg hebben we mooie gedenkstenen liggen. Maar we hebben ook een traditie die hier geboren werd een paar jaar geleden. Waar ze echt de allergrootste wielrenners binnenkrijgen. En die komen hier weer naartoe in september. We duiken de gemeentegrot in van Valkenburg. Het is hier een paar graden kouder. We lopen een stukje naar de verborgen parel. De ondergrondse wielergalerij. Hey, loop voor de grote zon. De organisatie van Eroica kijkt de ogen uit. Deze galerij ademt geschiedenis, wielerhistorie. En dat is nou precies de gedachte achter Eroica. Oude helden eren. Je mag ook alleen maar meedoen aan de Eroica Tourtocht als je een fiets hebt van voor 1987, zeg ik het goed, hè? Die oude shirt, dat is van zus, we dat voetballen ook heeft, die oude shirt, die petjes. Ja, dat maakt jullie enthousiast. En dat is ook de deelnemers, die vinden het superleuk om mee te doen. En wat heel leuk is, ook profs, ja, eigenlijk verbellen ze en ze komen. Ze vinden het super, super chic om de bieten te zien. En Peter Harings. In bij wijze van uitzondering is deze wielergalerij deel van het parcours van een speciale reunie. De eerste vrijdag van september fietsen hier de groten der aarde langs. Alles in het teken van de toeroverwinning van Zoetemelk in 1980. Vorig jaar, 2020, wat 40 jaar geleden, dat overvieren. Maar Koos voor mocht voor toen het vieren. Over de Snoe-Euver doen, Jan Jansenkeump. En als extra verrassing erbij, nou, mocht u het zeggen? Ja, vooral natuurlijk Bernard Hinault. Dat is natuurlijk de grote klap voor het verleden natuurlijk. Met 5 Tour de France, 3 Giro, 2 Tour d'Espagne en praktisch toutes les classiques, dont 5 fois les nations. De 5e editie van Eroica wordt het eerste weekend van september georganiseerd. En de gemeente Valkenburg wil dit wielerevenement in deze galerij vereeuwigen. Hoe mooi is dat? Voor altijd deel van de rijke wielerhistorie van Valkenburg. Echt knap. Ja, dat zonder meer. Want als je hier eenmaal die naam neerzet in Houtskool, ja, dan staat dat ook over 400 jaar nog. Daar ben ik vast van overtuigd. Ja, prachtige beelden dus inderdaad uit de grotten. Zo koesteren de traditie, zo koesteren de historie van het wielrennen, de verhalen. En is Ronald Waterhuis aan tafel en vragen we Ronald, wat is nu voor jou het beeld, de persoon van de Tour die eigenlijk bij jou altijd is blijven hangen? Oh, die een beetje associeert met de zomer. Ja, daar hoef ik niet over na te denken, dat is Indurain. Dat is echt een van mijn allergrootste sporthelden ooit. Want? Ja, ik moet ook altijd weer denken aan dat petje wat hij altijd zo voor zijn ogen half had. En dan daar ja, totaal, ja, je zou bijna zeggen emotieloos, zal hij niet helemaal geweest zijn, denk ik. Ook 5 keer Tour gewonnen. Ja, daarom. En ik kan me nog wel herinneren dat Frans Maas ooit wel eens tegen mij zei dat je die man dan, ja, niet ik, maar hij die man dan 's ochtends voor de start tegenkwam. Dat hij tegen iedereen vriendelijk knikte, maar eigenlijk nooit iets zei. Is hij eigenlijk wel eens uit het zadel gegaan in de Rijn? Ja, dat moet je aan die jongens vragen. Die hebben er tegen moeten rijden. Die hebben erachter moeten rijden, jongens, van die poten. Dat waren net van die zuigerstangen, Erik. Weet je wel. En, die zweten, hè? Ja, ik bedoel, hij vertelde net over Luxemburg. Of je stelde een vraag over Luxemburg. Ik zat daar in het publiek. Maar ik heb bijvoorbeeld ook in de Rijn met Bruinel weg zien rijden in de Ardennen. Ja. Gewoon in een etappe waar niemand verwacht dat in de Rijn iets gaat doen. En dan gewoon een heel peloton. En als je dan toch quizvragen wil stellen, dat was volgens mij met Bruinel en een Fransman was daarbij. Erik Boyer misschien, durf ik zo niet te zeggen. Maar snap je, weet je, en daar stond ik ook gewoon ergens in de berm. Ja, ja, weet je, dat zijn wel dingen waar die ik de rest van mijn leven... Maar Indurain was wel absoluut een van mijn allergrootste sporthelden. Ook geklopt in de tijdrit, hè? Hoewel Indurain natuurlijk toch een super, super tijdrijder was.
Ja, in de beginjaren kon ik hem kloppen, maar op een gegeven moment vanaf 91. Toen werd ik gewoon op 6 minuten gereden een keer in Luxemburg. Bij 90. Lac de Fassivière. Kijk eens. Daar reed je hem eraf, hè? Ja. Maar goed, toen veranderden de tijden wat en hij nam het vaandel over van Delgado. Dus hij werd kopman. En toen reed hij wel, ja, hij won de Tour in de tijdritten. Daar maakte hij zo'n groot verschil. Er waren tijdritten van 60 kilometer bij. En daar won hij op de nummer 2, was het 3 minuten. Dus ja, sloeg hij zo'n groot gat. Kon hij in de bergen, was hij natuurlijk ook goed. Maar daar hoefde hij niet meer aan te vallen. Dan kon dat heb je nou niet meer, hoor, die tijdritten. Want, ja. Ik kan me nog wel herinneren dat er een Tour de France was. Ik weet niet precies welk jaar. Indurain won ook. Hij tijdrit volgens mij van meer dan 100 kilometer. Dan had je onderweg bevoorrading. Kon nog een bidon aanpakken. Ja, ik denk in 87. Ik weet niet of Indurain won, maar in 87 was dat. Dat was, ja, was 90 kilometer tijdrit, ja, individueel. Nee. Dus weet ik nog, ik werd ingehaald door iemand die, ja, achter mij staat. Je wel vierde. Nee, maar die haalde ik later weer in. Want ja, die tijdrit was zo. Ja, dat kon nog. Ja, dus die kon, ja, daar kon ik weer van, ja, weg. Ja, mooi verhaal inderdaad. Ja. Goed, ja, dus we hebben het over het wielrennen, maar het is natuurlijk ook een beetje een tijd van het voetbal. Het EK natuurlijk staat voor de deur. Nederland morgen tegen Tsjechië. En laat dat nu net een wedstrijd zijn waar de man hier aan tafel, Ronald Waterhuis, in 2003 in de goal stond tegen Tsjechië. Toen nog eigenlijk in de kwalificatiewedstrijden, oh, ja, voor dat Europese kampioenschap. Toen ging het eigenlijk voor het EK in Portugal. Nederland speelde toen 1-1 thuis. En opvallend genoeg, gewoon, ja, het was eigenlijk puur toeval, maar ik was aan het kijken in de oude doos. De hele oude doos. En dan kwam ik een quoteje tegen met Ronald Waterhuis op de dag voor Nederland-Tsjechië in Portugal, in Albufeira. Daarna de wedstrijd tegen Tsjechië. Hè, daar heb jij gekiept, thuis tegen Tsjechië. Het was ook de ploeg die jullie toen dwars heeft gezeten. Leeft er iets van de revanche bij het Nederlands elftal en ook bij jou? Ja, goed, wat Tsjechië betreft, we komen ze straks weer tegen. Dus ja, we kennen ze door en door. Zij kennen ons door en door. En ja, goed, ze hebben ons goed dwars gezeten. Dus het zou niet slecht zijn als we daar nou iets, een zekere revanche op zouden kunnen nemen. The wrong side here, Robin van Nistelrooy. Ja, goede tekst. En toen ging het nog goed. Ik denk, ja, we zetten die goal van Van Nistelrooy erachter. Ja. Want iedereen weet natuurlijk dat eigenlijk de wissel van, ja, Robben toen het bepalende moment was. Maar is er een voor jouw gevoel een overeenkomst tussen toen en nu? Nou, toen was Tsjechië wel echt een hele goede ploeg, hoor. En dat, ik geloof dat ik dat Pierre van Hooijdonk van de week ook nog hoorde zeggen. Dat was Poborski, Nedved, Koller, Peter Tsjech in de goal. Ja. Het was wel een elftal, hè. En die waren echt minstens zo goed als dat Oranje. Dan moet ik wel zeggen, je moet altijd oppassen met vergelijken. Dit Oranje in 2004, ik denk dat het slechtste toernooi is dat we ooit gespeeld hebben. We haalden nog de halve finale, maar ja, daar stonden namen in. Daar werd je echt duizelig van. Ik kan me herinneren, ik wilde toen eigenlijk liefst stoppen met voetbal. Ik vond het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. En dat ik op een avond tegen Advocaat, die was een bondscoach, zei. Van, ja, ik vind het allemaal niet meer zo leuk. En ik... Ja, ik wil eigenlijk niet meer. En dan zei advocaat, je realiseert je wel dat je hier met de 22 beste spelers van Nederland bent, hè? En toen dacht ik, ja, dat heeft hij eigenlijk ook alweer een punt. Dus ik heb daar wel weer een beetje, ja, ik wil niet zeggen licht gezien, maar wel weer een beetje het plezier erin teruggevonden. Want dat niveau, dat was echt, ondanks dat we heel slecht toernooi speelden, hadden we echt, ja, dat was zo'n goede ploeg. Moet je voorstellen, Frank de Boer speelde toen niet, hè? Ik bedoel, achterin speelde, Frank zat gewoon op de bank. We hadden Zeedorf. Bouba. We hadden daar, ja, maar Fredje, ja. Ja, Fredje scoorde toen nog, hè? Ja, Fredje scoorde in die wedstrijd. Maar Kluivert en Van Nistelrooy was het spitsenkoppel, de eerste twee. Maar dat klikte wel persoonlijk, maar in het veld niet. Dan moet je voorstellen, en dan had je nog Roy Mackay. Hmm. En dan had je nog Pierre van Hooijdonk. En als je dan, we waren met 23, dan zit je dus met 12 man op de bank. Ja, als je daar met die 12 eentje eraf zou halen en je speelde daarmee, ja, haalde je nog de halve finale. Ja, was echt. Ja. Dus ik bedoel, als je daar wel eens ooit nu aan terugdenkt, denk dat was wel, ja, dat was wel een selectie. Dat, ja, Van Hooijdonk die zei deze week, van, ja, toen die wissel gebeurde van Robben. Ik zat toen toevallig ook in het stadion. Ja. Ja, je voelde dat ook als toeschouwers. Kan best dat hij helemaal tot de los was. Maar ja, het was zo iemand die vertrouwen geeft aan een ploeg. En Van Hooijdonk zei, we keken naar elkaar op de bank. En we dachten, wat is dit nou? Ik zat langzaam. Ja? Maar ik was het toch niet helemaal met hem eens. Want het beeld is toch wel heel door de jaren heen enorm... Wij verliezen die wedstrijd uiteindelijk met 3-2. Ja. En die verliezen we omdat in dit geval Van Bronckhorst een bal diep op de helft van de tegenstander als linksback verspeelt. En in de allerlaatste minuut krijgen we pas een goal tegen. Hè? En de discussie in de kleedkamer die ging vooral over dat balverlies. Pas op het moment dat de pers
over die wissel begint, zijn er natuurlijk, dat is teamsport, ja. Er zijn natuurlijk heel veel spelers die denken, poeh, gaat het niet over mij verhalen. Ja. En toen ging het in één keer pas over die wissel. Kijk, je moet niet vergissen, want ik speelde toen met Arjen bij PSV. Die was een half jaar geblesseerd geweest. En met alle respect voor Arjen, dat is natuurlijk een weergeloos goede speler. Een speler van 18 jaar zo van het veld komt als hij gewisseld wordt, dan zou je hem eigenlijk bij zijn haren eraf moeten halen. Hè? Ik bedoel, moet het ook wel een beetje... Hij maakte dat ook wel al een ding door zo van het veld te lopen zoals hij van het veld liep. En dat was natuurlijk gewoon... Ja, ik bedoel, die gedachte die advocaat erbij had, was helemaal niet zo raar. Ja, als dat 2-2 was gebleven, die wedstrijd, hadden we het er nooit meer over gehad. Nee. Maar goed. Komt goed morgen. Ja, gaan we winnen. Ja, luister, of we winnen of ze hebben verloren. Zo gaat het altijd in het voetbal. Nou ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, weet je, ik zit natuurlijk zelf ook al een beetje in dat meningencircuit. Ik heb me nog 3 keer geen seconde verveeld met Oranje. Het is ook wel eens anders geweest. Kijk, en ik wil ook wel eens ooit naar iets kijken dat het niet altijd heel goed hoeft te zijn. Kan ook gewoon eens een keer leuk zijn. Ja. Oh, die laatste wedstrijd was toch gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. Je speelt wel een EK, hè? Ja. Kijk, we hebben vandaag naar de Tour zitten kijken. Die mensen hebben al eens in een jaar lang plannen te maken. Kunnen ze vandaag allemaal herschrijven. Dat is met voetbal natuurlijk precies hetzelfde. Wist je dat jouw buurman ook een hele talentvolle voetballer is geweest? Buurman en die buurman? Deze buurman. Oh, dat ben ik al helemaal niet. Ja. Nou ja, dat kan het hard gekund. Nee. Daar zit een schaatser. Ja, hier zit de voetballer. Nog wel. Ja. Ja, je hebt ook nog marathons natuurlijk. Ja, zeker. Ja, op het ijs kon ik er ook nog wel wat van, ja. Maar Erik, je hebt zelf nog een keertje met Johan Cruijff getraind. Daarom had ik voor jou nog een vraag bedacht. Zeker omdat er natuurlijk toch wel wat parallellen liggen tussen het voetbal en het wielrennen. Cruijff heeft natuurlijk altijd mooie uitspraken gedaan. Dus ik leg je er 3 voor. En dan mag jij vertellen welke het meest van toepassing is ook op het wielrennen. Je gaat het pas zien als je door hebt. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Kon natuurlijk niet ontbreken. En als je ergens niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat. De laatste vind ik wel goed. Als je ergens niet bent, ben je te vroeg of te laat. Hebben we vandaag gezien? Mathieu van der Poel. Die moest eigenlijk van te ver komen om voorin te beginnen aan die klim. Daar zat hij niet. Dus je zag hem in die eerste kilometer van die klim helemaal opschuiven. Maar ja, dat kost al zoveel kracht. Dan ben je er eindelijk en dan zet Alaphilippe aan en kun je niet mee. Dus hij was er, maar te laat. Ja. Universele relevantie gewoon van Johan Cruijff. Dat is altijd mooi om te horen, inderdaad. Als je ergens niet bent, ben je of te vroeg of te laat. We kunnen naar de dag van morgen, naar de Muur de Bretagne. Want dat is natuurlijk de koers die we ons nog herinneren uit 2018. Toen Tom Dumoulin daar kostbare minuten verloor. Eigenlijk met een finish op een soort dubbele kouberg, die muur. En een beetje vergelijkbaar met de etappe van nu. Gert Jacobs, gaan we zien. Morgen? Ja. Nou ja, ik heb Van der Poel vandaag gezien en ik vind de interviews altijd mooi van Mathieu. Hè? Altijd oprecht, heel eerlijk. Die zegt gewoon, Alaphilippe was beter. Ik had vandaag de benen niet. Nou, neem maar van mij aan dat hij echt wel getergd is. En morgen heeft hij de benen wel. En dan ga ik voor een overwinning van Van der Poel. Muur de Bretagne, ja, dat is ook weer voor punchers. Super zwaar, super lastig. In de finale moet je hem zelfs twee keer doen. We gaan weer een fantastische etappe meemaken. Oh, zou mooi zijn. We kunnen naar Maurice Jesse, die staat in Frankrijk. Heeft ook al een kijkje genomen bij die Muur de Bretagne. Maurice. Ja, inderdaad. Eenzelfde etappe eigenlijk als vandaag. Het lijkt een beetje op de Amsterdam Gold Race. Misschien af en toe een beetje Luikbastia naar Kleu met die smalle wegen. En dan morgen ook wederom die uitsmijter op het laatste. Die vreselijke slotklim. Dit is de slotklim van zondag. Muur de Bretagne, 2 kilometer lang. Gemiddeld een kleine 7%. En het steilste stuk, wat meteen aan het begin ligt, is 15% omhoog. Tom Dumoulin herinnert zich deze klim vast en zeker ook nog. 2018 verloor hij hier 53 seconden op de favorieten. Kreeg ook nog 20 seconden straftijd wegens steieren achter de auto. Had een lekke band in de finale. In Parijs stond Tom op het tweede treetje van het podium. 1 minuut 58 achterstand op winnaar Geraint Thomas. Laatste stuk vlakt de klim af, maar er zijn alleen nog maar de sterke mannen over. Wout van Aert of misschien Mathieu van der Poel. Of mogelijk onze eigen Wout Poels die hier zijn slag gaat slaan. Eén ding is zeker, op deze tribune wordt er gejuicht voor een sterke winnaar.
Ja, dat zal zeker het geval zijn. We kunnen nog even terug met een vraag natuurlijk aan Maurice. Want die heeft dat hele spektakel, die ellende meegemaakt vandaag met die forse valpartijen. Maurice, wat verwacht je zelf morgen wat er gaat gebeuren? Wat de sfeer is in het peloton en wie er aan de start verschijnt en wie niet? En is er dan natuurlijk in het verlengde nog nieuws van Mike Teunissen? Ja. Ja, dat is natuurlijk even afwachten. Ik denk dat die eerste twee uur in de koers heel belangrijk gaan worden. Hoe die jongens die allemaal zo hard zijn gevallen zich dan gaan voelen of ze mee kunnen. Ik denk dat het iets rustiger zal gaan. Wederom misschien een groepje weg. Ja, Mike Teunissen, dat is de grote vraag hoe hij de nacht gaat overleven. Had toch wel behoorlijk wat schaafwonden, had hier en daar toch flink wat pijn. En dan weet je, zo'n nacht die eraan komt, die zal voor Mike Teunissen niet prettig worden. Wie weet, morgen is het iets beter voor hem. Laten we in ieder geval hopen. Nou, zullen we eens even vragen aan Erik Breuking. Want Erik, hoe is zo'n nacht voor die mannen? Met schaafwonden? Ja, bijvoorbeeld. En niet, ja. Dat was volgens mij niet het enige. Dat is niet lekker hoor. Nee, tegenwoordig hebben ze wel mooie pleisters en dan wordt het wel mooi ingepakt. Ja, dus niet dat je het laken er even af moet trekken in de ochtend. Bij ons was het eigenlijk altijd van het beste is als je de zuurstof droog kan worden. Ja. Maar ja, dan had je vaak dat laken in de wonden zit. Dus dat zijn geen prettige nachten. En ik denk dat hij ook kneuzingen en van alles heeft. Dus hij zal niet lekker slapen, dat is een ding wat zeker. Wat gaat Jumbo-Visma doen, denk je? Ja, de schade opnemen en kijken hoe ze de rit van morgen gaan aanpakken. Kijk, ik denk dat Roglic oké is. Ja. Die is wel gevallen, maar die wordt nog derde. Dus dat is nou helemaal de man. En die zullen ze volledig moeten beschermen morgen. Ja. Als Teunissen wegvalt en Tony Martin zijn werk niet kan doen, ja. Dan moeten ze daar al Wout van Aert toch mee gaan belasten. En dat zijn wel keuzes die ze morgen moeten maken. Best wel ingewikkeld, want Wout van Aert die wil eigenlijk ook wel voor de rit gaan. Ja. Ja, dat zijn heel lastige keuzes. Want Wout van Aert die kan natuurlijk morgen, net als Van der Poel, ook die etappe winnen. Dat is op zijn lijf geschreven. Maar vandaag, na al die valpartijen, morgen, ja, Maurice zegt van misschien doen ze rustig aan. Nou, dat kun je echt wel vergeten, want morgen wordt echt super oorlog. Weet je, je bent in de tweede etappe van de Tour de France. Het is super hectisch. Je rijdt in Bretagne, er staat veel wind. Waarschijnlijk gaat het morgen ook nog regenen. Het is op en af, het is draaien en keren. Ja, iedereen gaat vechten voor zijn plekje. En het wordt weer een hele nerveuze, hectische etappe. Mm. En je kopman, Roglic, is goed, hebben we vandaag gezien. Ja, die moet je wel beschermen. En als Teunissen niet goed is, omdat hij vandaag is gevallen, ja, dan moet je iemand anders toch naast Roglic zetten om hem door die etappe heen te loodsen. Ja, Ronald, Froome komt vandaag binnen 15 minuten. Is natuurlijk eigenlijk ook, als er al illusies waren voor het eindklassement, is dat ook klaar. Wel mooi dat hij fietst. Tenminste, dat vind ik mooi. Maar hoe kijk jij daar tegen? Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik van voordat hij dus ging starten, eigenlijk dacht van ja, weet je, eigenlijk is zijn plek natuurlijk, zou eigenlijk beter zijn voor een jonge renner. Nou hebben die in die ploeg nauwelijks jonge renners. Die zijn bijna allemaal van onze leeftijd in die ploeg. Maar, maar toen ik hem vandaag op de grond zag liggen, CQ zitten, dan denk ik wel, ja, daar zit iemand die dit evenement 4 keer gewonnen heeft. Wat je er verder ook allemaal van vindt. Ja, dan vind ik het wel een beetje tragisch. Gewoon, ja. Bedoel, het gebeurt, het hoort erbij. Hè. Het is net zo erg dat Mike Teunissen valt of wie dan ook. Maar dat was wel, vond ik wel pijnlijk om te zien. Maar van de andere kant zou je ook kunnen zeggen van het is een beetje zoals Arjen Robben die terug gaat naar Groningen. Hij gaat terug naar de Tour in een soort mentorrol. Daar voelt hij zich niet te groot voor. En dat doet hij toch omdat hij liefhebber is. Is dat zo? Ja, ik ken Arjen dan wel persoonlijk. En dat is inderdaad een voetbaldier. Ik heb bij Froome toch ook wel de indruk dat een beetje commerciële belangen zijn. En dat vind ik dan toch. Het komt op mij heel gemaakt. Froome komt niet op mij gemaakt over, maar het feit dat hij in de Tour staat. Of zie ik het helemaal verkeerd? Ja, dat kan best, maar hier zitten de kenners. Maar ben ik met jou eens, Ronald. En Froome die komt eigenlijk dit jaar niet vooruit. Ja, ja. En dan ga je wel starten in de zwaarste wedstrijd van de wereld. En die man die heeft geloof ik salaris van 4 miljoen euro. Ze zullen wel denken van, qua commercie is goed, maar voor Froome is het niet goed. En voor de ploeg ook niet, want we hebben het net over Ieder Schelling die zichzelf... Die zichzelf helemaal het snot voor de ogen moet rijden om überhaupt in aanmerking te komen voor een Tour. Natuurlijk, op die leeftijd ga je dat nog wel vaak. Ja, bij die ploeg zitten ook renners die nu denken, ja, als je zo iemand mee gaat nemen, wat moet ik dan nog doen om daar te komen? Ja. Denk ik dan maar even. Ik leg jullie wat anders voor. Iets leuks. Want natuurlijk, hè, de gedachte was een beetje, die Alaphilippe vandaag, die rijdt zo goed. Die gaat er gewoon 2 kilometer voor het einde vandoor en die zien we nooit meer terug. Omdat die
een zoontje heeft gekregen. Oh. Vorige week Nino, zo heet hij. En die leeft op een wolk en die voelt gewoon geen pijn. Ja. Die kan en die stopt niet meer. Herkennen jullie dat sentiment, dat gevoel, Erik? Geen pijn voelen, dat... Dat is jou ook toen in de Tour overkomen, dat je gezinsuitbreiding kreeg. Ik denk dat hij wel pijn had in die laatste twee kilometer. Dat was wel extreem sterk wat hij deed, want hij ging heel vroeg. En iedereen zat daar, die daar die rit wou winnen. Van Aert zat daar, Van der Poel. Niemand kon mee en hij hield stand tot de finish. En ja, schijnbaar werkt dat bij hem zo, dat die geboorte van zijn zoon hem vleugels geeft. Ik heb het zelf niet mogen meemaken. Maar weet ik wel, het is ik kwam uit de Tour en toen was mijn dochter geboren. Dus, kreeg je verrassing thuis. Kreeg thuis vleugels. Stofzuiger. Het is natuurlijk wel een jongen die echt leeft op emotie. Die rijdt op emotie, die Alaphilippe. Die had op een gegeven moment de gele trui. Nou ja, die was ook niet meer te stoppen natuurlijk. Alaphilippe heeft dat fantastisch gedaan, maar hij is ook wel getergd. Want de ploegbaas Lefebvre, die kwam even van de week met een quote. Die zei... In de vroegere jaren was de vrouw van Museeuw zwanger. En daarmee was het afgedaan. Ja. En nu, zei Lefebvre, met Alaphilippe zijn ze samen zwanger. Handje vasthouden, is het goed, schatje? Lefebvre zei, de laatste week heeft hij meer naast zijn vrouwtje gezeten en de baby dan die de fiets heeft aangeraakt. Ja, maar het heeft wel geholpen. Ja, dus Alaphilippe start morgen in het geel. We gaan morgen vanuit Stijn in het Steinerbos praten over de etappe op de Muur de Bretagne. Dat doen we dan met Jeroen Blijlevens, met Jorommeke, die is er. En Teuntje Bleekhuis, die is er ook van Jumbo-Visma. Moet de dag daarna naar Italië en we zijn heel erg blij dat ze morgen bij ons aanschuift. U kunt er ook bij zijn vanaf 8:30 in het Steinerbos. Ik bedank u voor het kijken. Adem, hè. Fijne avond. Merci, bonne nuit et à demain.